Yo mensen, Eden hier en wat leuk dat je allemaal kent naar mijn hele mooie vlog hier op dit kanaal. En vandaag ben ik hier dichtbij de Broederlaan Vuurhalte, want ik zal je even laten zien wat is gebeurd met de halte waar tram 5 en 6 stopt. En ja, die ga ik nu even laten zien. En vond je het leuk, heb je dan zin in, doe alvast een duimpje omhoog en geniet van deze video. En laten we gaan beginnen om te kijken wat er allemaal gebeurt. Dames en heren, dat is de Broederlaan Vuurhalte van tram 5 en 6. Die is helaas vervallen. Want de Broederlaan Vuur was een oude halte waar tram 5 en 6 stopt. En vroeger stopt ook metro 51 die naar Amstelveen-Westerwijk gaat van Centraal Station. En van naar Centraal Station en van Amstelveen-Westerwijk. En hier was vroeger de Broederlaan Vuurhalte. Maar hier is ook de Broederlaan Vuur bushalte daarom. En daar is de Broederlaan Vuur waar tram 24 stopt. En hier ook. En hier stopt daar ook de Airnet bussen. De Broederlaan Vuur. Nou, de halte. Die halte bij Jansen Ernstra die daar zit. Die daar. Stond te dichtbij. En dan hebben ze besloten dat de Broederlaan Vuur halte vervallen. Daar gaat tram 5 naar Amstelveen Stadshart. En hier komt tram 6 naar station Zuid. De nieuwste halt, de nieuwste lijnen. We moeten even wachten voor een stoplicht. En nu is hier op groen. En daar gaat de bus 346 naar Haarlem station. En dat is een dubbeldekkerbus. Die is super mooi en die heeft ook in Londen de dubbeldekkerbus. En daar gaat 62 naar het Amstelstation. En hier komt tram 5 naar Jordaan. Daar gaat die tram 5. En daar komt tram 6 naar Amstelveen Stadshart. Daar gaat bus 55 naar station Zuid. Dames en heren, ik vind het heel jammer dat metro 51 niet meer rijdt naar Amstelveen-Westerwijk, maar dat geeft niks. Ik vind het super leuk dat metro 51 naar Isolatenweg gaat, samen met metro 50 die ook naar Isolatenweg gaat. Ja, en ik heb ook zoveel zin in, want op 13 december komt er een nieuwe tram. De 15G, tram 25. En die gaat naar Amstelveen-Westerwijk van station Zuid. En van Amstelveen-Westerwijk naar station Zuid. Ja, het wordt superleuk. De 15G tram die in de Amstelveen-lijn komt. Ja. Ja. De 15G tram is nieuw. Ja, en
De 25 is ook de nieuwe lijnen. Want de oude 25 was een Combino tram. Want tram 25 rijdt vroeger naar President Kennedy Laan van Centraal Station. En van President Kennedy Laan naar Centraal Station. Ja, en nu is tram 25 uitgevallen die naar President Kennedy Laan gaat. En nu wordt tram 25 die naar Amstelveen-Westwijk gaat. Ja, ik ben nog nooit in de 15G tram ingezeten. Ja, het wordt mijn eerste keer instappen in de 15G tram. Ja, en ik loop nu naar Arend Jansson Ernststraat. Ja, en daar tram 25 pakken. Dames en heren, er rijdt ook een Combino tram 6 naar station Zuid. Dames en heren, Arend Jansson Ernststraat is nieuw. Kijk maar, hij is nieuw. Nieuw bord. En vroeger, dames en heren, was Arend Jansson Ernststraat hier verderop. En daar, en vroeger rijdt nog metro 51 naar Amstelveen-Westwijk. En nu is Arend Jansson Ernststraat verplaatst naar hier. Ja. Amstelveen Lijn tram is super mooi. Echt mooi. Dames en heren, dit was de vlog van vandaag. Ja, ik loop nu naar huis. Ik ben nu bij Rijksmuseum. En wat jammer dat de Boerlaan Vue halte vervallen is. Maar geeft niks hoor. Je kan naar de Boerlaan Vue voor tram 24 en voor bus 348, 346 en 341 en 358 en 62 natuurlijk en bus 55. Ja, dit was het, dames en heren. Vond je het leuk? Klik dan een mooi duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Like op deze video. Laat in de reacties weten hoe de wereld dat leuk vindt. En ja, en dan zeg ik dan doei allemaal. Doei!